Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 20 april. Ja, want vorige week was Pasen en volgende week is Koningsdag. Dus vandaag is het maandag 20 april. Dus het enige maandag deze 3 weken dat ik wel moet werken. Ik open nu ook pas de vlog. Het is nu 5:30. Want ik heb de hele dag alleen maar gewerkt. Ik ga zo naar stal, maar Zenit is vandaag vrij. Dus die... ja, ik weet niet of ik op site iets ga filmen, want... Ik heb alleen avonddienst en dat is verder niet echt heel spannend om te filmen. Ja, ik ben ondertussen op stal en ik weet niet wat mijn haar hier doet. Maar de paarden hebben hun hooi weer niet zo goed op. Het hooi wat ze nu hebben is best wel droog, er zit heel veel stof in. Nou, ik zit nu in de auto om naar stal te gaan. Ik weet dus niet of ik buiten wil gaan, of ik in bak van geruis. Ik heb even een poll op Instagram gezet wat jullie willen. Ik weet niet of ik daar reacties op krijg. Maar ik ben dus naar buiten en het waait echt heel hard. Dus ik weet niet of het heel veilig is om... naar buiten te gaan of om überhaupt te gaan rijden. Dus ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik heb echt wel heel fijn gereden. Ik heb mijn GoPro meegenomen. Dus ik moet even kijken of ik wat beelden invoeg. Maar zijn het was eigenlijk echt heel braaf. Het waaide echt best wel flink. Maar hij was eigenlijk heel relaxed. Dus dat is sowieso super fijn. Hij wilde soms nog wel wat harder. Maar hij was echt al wel... Over het algemeen was hij echt wel een beter te corrigeren dan eerst. Dus ik heb eigenlijk gewoon heel fijn gereden. En dat is denk ik het belangrijkste. Nou, het is donderdag. Avond. Ik ga zo naar stal. Ik heb net al gegeten, want het was vandaag 24 graden dus toen ik klaar was met werken. En dan vond ik nog iets te warm om te gaan rijden. Ik denk dat het nu nog niet heel afgekoeld is. Maar ja, dat vind ik te fijn om dan eerst even te eten en dan iets later te gaan rijden. Dus ik ga nu naar stal. Ik heb achterin mijn milieu peacock dekje liggen. Die heb ik nooit op Zenit gebruikt. En ik weet eigenlijk niet of die heel mooi zou gaan staan op Zenit, maar dat gaan we proberen. Dus ja, ik ga vandaag met Zenit regelmatig trainen. Dus ik heb ook mijn Equest Excel clip heb ik opgeladen en die heb ik bij me. En dan hoop ik dat hij het beter doet dan de vorige keer. Ik kwam net aanlopen en toen kwam de aanloop, toen liep zij net naar me toe, op het pad. Maar nu loopt hij erachter. Ik dacht dat hij me meeliep, maar nu loopt hij erachter. Dus loopt daar ook een vrouw, dus ik vraag me af of hij nou denkt dat ik dat ben. Of hij is gewoon een rondje aan het lopen, vindt hij ook leuk. Hij kijkt nou uit van, oh, ben je daar? Ik vond dat hij niet helemaal lekker liep, maar ik weet niet, hij voelde iets een beetje anders. Misschien had ik hem morgen gewoon even longeer. In principe gisteren aan het longeer liep hij eigenlijk juist heel fijn. Maar ja, het kan natuurlijk dat hij iets geks heeft gedaan in de paddock vannacht. Dat doe je wel vaker, hè? Dat doe je wel vaker. Is dat fijn? Heb je daar jeuk? Ik moet trouwens ook wel zeggen, het is niet echt super warm of zo, maar het is wel heel benauwd. Daar heb ik zelf ook wel last van, dus ja, misschien dat hij ook gewoon een beetje last heeft van het weer. Ja, ik weet, dus hij liep op zich ook echt, hij liep beter dan de vorige keer dat ik in de bak had gereden, maar het voelde gewoon net niet helemaal zoals het normaal gesproken voelt. Misschien ook gewoon even stijf of zo, ja, ik weet het niet. Ik had ook voor het eerst geprobeerd om aan zijn rechterkant op te stappen. Dus kijken of dat in de video laat of niet, maar dat was niet zo'n succes. Maar dat was ook mijn schuld, want hij kent het niet aan de rechterkant opstappen. En ik ben gewoon, zeg maar, vanaf rechts ben ik veel minder soepel. Ik stap hem het krukje op, maar dan ben ik vanaf rechts ben ik minder soepel om mijn benen over... Of, misschien is het niet eens zo soepel, maar is het minder een automatisme om te doen. Omdat ik het zelf ook eigenlijk nooit doe. Dus als ik dan nog, ik vind het wel fijn als ik aan allebei de kanten op kan stappen. Zeker mocht ik ook endurance met hem gaan willen rijden of misschien een keer trek of zo. Maar ik denk dat ik de volgende keer beter even kan oefenen als iemand hem vasthoudt. Dus ja, weer wat geleerd. Ik had ook niet verwacht dat hij het zo spannend zou vinden. Maar ik was ook een beetje aan het klungelen. Dus uiteindelijk het was ook mijn schuld dat het nu zo ging. Dus daarna ben ik maar gewoon weer links opgestapt om hem verdere spanning te
besparen. En het kan ook best zijn dat hij daardoor ook gewoon best wel de spanning had. Omdat hij daar gewoon vast bleef houden. Nou, het is ondertussen vrijdag. Ik ben aan het werk. Ik heb deze mooie setup gecreëerd. Want ik werk dus van mijn werk op een laptop. Alleen dit bureau is eigenlijk veel te laag om met laptop te werken. Want dit scherm is, ja, die komt zeg maar tot hier. En mijn laptop zou dan ongeveer tot hier komen. En daar werkt het gewoon niet fijn. Dus ik heb zo'n best wel dagen op mijn bed zitten werken. En dan had ik nergens last van. Als ik achter mijn bureau zat, kreeg ik echt heel erg last van mijn nek en van mijn rug. Maar Casper had dit tafeltje nog liggen. Dus nu gebruik ik deze. Maar eigenlijk is deze weer net te hoog. Dus ik denk dat ik nu weer een soort van nekhernia krijg. Omdat ik weer te veel omhoog moet kijken. Maar ja, ik probeer dit nu vandaag dus een dag. In principe zijn het vandaag vrij. Maar ik zat wel na te denken om misschien een beetje vrijheidsdressuur met hem te doen. Ik verwacht namelijk dat hij morgen ook niet super veel zal gaan doen. Misschien ga ik morgen even gaan logeren met Balken of zo. Omdat morgen Joris dus een nieuwe pony komt. En dan vind ik het gewoon wel fijn als Joris er komt. Dat hij dan, zijn het dan gewoon in de paddock staat. Dat hij er ook even niet meer uit hoeft. Dat ze gewoon even aan elkaar kunnen wennen en zo. Dat je dan even niet ze gaat storen. Nou, het is weekend. Ik zit heel controversieel een pizza Hawaii te eten. Ik ben nu even aan het eten en dan ga ik zo nog naar stal om zijn te... Ik heb net ook bericht gehad dat er zondag inderdaad iemand komt kijken om misschien ook hier het paard neer te zetten. Dat ga ik dan zondag niet filmen. Tenzij zondag al zegt van ja, ik wil komen. Maar dus uiteindelijk zul je die vast een keer voorbij zien komen, mocht ze inderdaad komen. Nou, ik was Sand aan het poetsen en hij reageerde best wel gevoelig op zijn rug. Dus voor mij heeft een van de anderen hem goed te pakken gehad op zijn rug. Het is goed. Ik denk hier heeft hij gewoon twee tandafdrukken, zeg maar. Dus als ik er gewoon met rustig overheen ga, dan maakt het niet zoveel uit. Maar net als je poetshandschoen is, dan heb je wel een beetje druk, zeg maar. Dan reageerde die er wel op. En nu valt het ook wel weer mee. Ja, ik had eigenlijk zoiets van, ik ga vandaag geen vrijheidsdressuur moeten doen. Maar nu zal hij waarschijnlijk de komende dag niet zoveel te doen hebben, omdat ik hem niet wil rijden nu. Dus ik dacht, dan gaan we het nog even doen. Ik doe even de touw vast wat trekken. Ja, je ziet nu dus dat hij het allemaal niet zo goed snapt, maar hij... Oh. Ik denk zelf dat hij het ook gewoon heel spannend vindt om zo dicht met zijn hoofd zo dicht bij mijn gezicht te komen. Want hij bang is dat hij dan misschien op zijn flikken krijgt of zo. Kusje. Goed zo. Het is wat later. Ik ben nog steeds op stal. Ik ga nu naar huis. Het is nu 9 uur of zo. Ik half 9 uur. Het is 9:15.
Een van zijn laatste weidemaatjes, die is best wel aan het hoesten de laatste tijd. En dan hebben ze nu een masker voor. Wat, ja, een soort van puffmasker. Wat dan, ja, een soort van inhaler is het eigenlijk. Maar ik had het nooit gezien, dus ik vond het ook interessant om even te kijken, voor te blijven kijken. En ik heb ze ook zijn winterdeken helemaal gekampt. Dus zeg maar de stay dry voering van zijn bukkelsdeken helemaal met schoongemaakt. Er kwam echt nog een half paard vanaf, zeg maar. Maar toen vond ik het zo interessant om daar ook even te blijven kijken. En dan heeft hij dus echt gewoon zo'n blauw masker over zijn neus heen. Met echt zo'n puffer eraan. Ziet er heel raar uit. En ik vond het nu dan, ja, dat is verder voor hem. Maar ik vond het zelf ook wel heel interessant om te zien dat Zenit, die stond eigenlijk gewoon, hij stond te kijken. Hij stond gewoon stil. Hij keek gewoon. En op een gegeven moment liep hij even een stukje lopen. En ik vond het interessant om te denken, waarschijnlijk een half jaar geleden dacht ik van, oh, hij vindt het niet spannend. Maar ondertussen kan ik hem toch wel zo goed lezen dat ik zie dat hij het eigenlijk gewoon heel spannend vindt. Want iedere spier rondom zijn neus en zijn aangezicht, zeg maar, is allemaal aangespannen. Terwijl hij heeft geen stap, hij is niet weggerend of wat dan ook, wat Callaghan wel deed. Maar verder heeft hij helemaal niks gedaan of zo. Maar ondertussen kan ik dan toch wel zien dat hij het toch echt wel heel spannend vindt. En vroeger, eerder heb ik nooit echt geleerd om zo op die kleine signalen te letten. Dan heeft hij bijvoorbeeld gewoon zo, je ziet de aders, zie je dan in zijn gezicht. En hij krijgt dan ook aan, zeg maar, ja, schuin boven zijn mond krijgt hij dan van die kuiltjes, zeg maar, dat het ook aangespannen is. En hij knippert ook niet meer. Dus ik vond het voor mezelf wel interessant om te zien dat ik dat echt toch al wel veel beter zie nu. Nou, het is zaterdagochtend. En ik ga zo naar stal. Het is nu 11 uur. En ze verwachten dat Joris, dus de nieuwe pony, er rond 1:30 is. Ik zorg voor de zekerheid dat ik rond 1 uur op stal ben. Dus ik ben benieuwd. Ik heb in de groepsapp al gezien dat er al een stukje voor hem afgezet is. Dat hij komt in eerste instantie alleen te staan. Nou ja, hij krijgt gewoon een stukje van de paddock, dus we kunnen wel over de draad neuzen. Maar niet dat hij er meteen bij staat, want hij staat ook vierkant op ijzers en dat willen we niet hebben in de groep. Dus zeker niet als we elkaar moeten leren kennen, want er zullen pas wel wat rondvliegende achterbenen zijn. Dus dat willen we niet met ijzers hebben. Dus hij blijft sowieso nog gewoon apart staan totdat de hoefsmid kan komen. Nou, we hebben hier een stuk afgezet tot daarachter. Dus hier komt Joris te staan en hier komen de andere paarden te staan. Let op jezelf. Hey. Oh, wil je allemaal uitblijven? Hey! Jullie zijn uit! Oh, als ze zo staan, ze zijn niet echt niet zo groot, toch? Waar gereden ik in? Ze hadden fjocht met zo aan de achterkant uitgeschreven. Oh, jij kwam eraan. Oh, je bent hem niet mee gaan halen. Nee, ik kom. Ik ga wel even. Oh ja, ik zie het nou dat dit eigenlijk staat. Die, dat is wel beter dat iedereen eraf gaat. Michel, je had er toch al op gereden of niet daar? Ja, hè? Ja. Vond dat wel leuk? Ja, wel leuk. Oh, mooi zeg. Nou, ik heb helemaal niks gefilmd vandaag, omdat het voor ons doen echt wel heel druk was op stal, omdat iedereen er was, omdat er dus vandaag iemand kwam kijken. Er is inderdaad iemand kwam kijken, we weten niet precies hoe en wat. Maar dat horen we zelf wel, of ze het op zich wel enthousiast, of ze wil komen of niet. Maar ik heb Zenit vanochtend gelongeerd, dat deed hij eigenlijk best wel goed. Ik heb ook balken meegenomen en dan op van die IKEA potjes, dat is een soort van cavalettis hebt. Ik vond het helemaal best wel raar, ik moet dat ook gewoon vaker met hem gaan doen. Want dat, hij vindt het een beetje moeilijk om zijn benen dan goed op te tillen. En dan zet hij één voet of dan blijft hij één hoever achter haken. En dan trekt hij de balk mee en dan schrikt hij weer. En dan, Nou, ik ben inmiddels thuis en krijg net een spraakberichtje van een stalgenoot dat zijn tot de paddock door een paard weggejaagd is en toen uitgeleden is. Dus zeg maar op de grond lag. Dus ik hoop dat het meevalt, maar ja, ik ben al meteen met zo al die. Ze heeft zelf gekeken, ze zag niks aan hem en hij liep ook gewoon goed, maar ja, dan ben ik toch wel bang dat hij morgen kreupel is. Dus dat zien jullie in de weekvlog van volgende week. Nou, ik dacht ik voeg je toch nog maar even toe aan deze vlog.
Ik ben net toch nog even in de stal geweest. Ik was, ben ons al een halve dag geweest. En daarna kreeg ik dus het appje en toen ben ik toch maar even teruggegaan. Want ik dacht, ik kan me thuis zorgen zitten maken. Of ik kan gewoon even zelf gaan kijken en zelf beoordelen hoe erg het is. Het lijkt al mee te vallen. Wat er gebeurde is, nou ja, sowieso Tommy die doet best wel lelijk tegen Joris. Dus als Joris te dicht bij de draad komt, die tussen hun in zit, zeg maar, dan wil Tom nog wel eens gewoon ineens uit het niets naar de draad racen. En Stagnet heeft het niet zien gebeuren, die heeft het gezien toen het gebeurd was. Maar ja, we denken dat Tom dus gewoon naar Joris toe raced en dat zij het gewoon op verkeerde moment, op verkeerde plek stond. En dat hij schrok van Tom dat hij aan de kant wilde gaan, maar dat, gewoon, dat zijn hoofd sneller ging dan zijn benen of zo. Dat hij gewoon zijn benen niet goed neergezet kreeg en dat hij toen op zijn plaat is gegaan. En het lijkt dus mee te vallen, lijken vooral schaafwonden te zijn. Hij lijkt ook gewoon goed te lopen, maar ik moet morgen natuurlijk even aan de lunchen wat even laten draven. Kijk of het steeds goed loopt. Ik twijfelde of zijn knie wat dikker was, maar ja, dat hoeft op zich niet per se, echt een probleem te zijn. Dat kan ook gewoon, ja. Hij heeft toch een tikke klap gehad. En het kan ook een soort van optische illusie zijn. Want ik heb er dus groene klei op gesmeerd. Of iets van klei. Met mijn groene leem heb ik erop gesmeerd. En nou ja, dat is, zeg maar, één knie is nu dus helemaal wit. Dus ik kan me voorstellen dat als je dan naast elkaar ziet dat het er net iets anders uitziet. Want dat, op één knie had hij echt wel een flinke plek. En verder had ik gewoon een aantal kleine plekjes. Dus die heb ik allemaal ingesmeerd. Dus, ja, de grote plekken hebben we eerst gewoon gemaakt met zilver. En toen dat groene leem opgesmeerd. En dan, ja, hopelijk valt het mee. Maar hij was gewoon alert. Dus niet dat hij anders overkwam of zo. Dus hopelijk valt het mee. Want zeker toen ik de appje kreeg, dan ben ik ook echt iemand die meteen allerlei doemscenario's gaat denken. Van, weet je, het gaat nu eindelijk goed. Zijn nu eindelijk lekker aan het trainen. En dat hij dan zo weer gewoon een paar weken uit zou liggen. Maar ja, het lijkt dus mee te vallen, gelukkig. Dan ga ik deze vlog afsluiten. En dan hoop ik dat je het leuk vond. En zie ik je graag voor een keer weer. Doei!